Welkom bij de Prinses Sofia Cup 2008 hier op Palma de Mallorca, Spanje. Het is vandaag de tweede dag en gisteren hebben de 470 dames Marceline de Koning en Lopke Berghout een tweede en 14e plek gevaren. Hierdoor staan zij momenteel vijfde in het algemeen klassement en vandaag gaan we opnieuw de 470 dames volgen. Marceline de Koning en Lopke Berghout in een splinternieuwe Kryptonite boot, zoals ze hem genoemd hebben, die vorige week op de Hiswa is onthuld. Ze zijn iets minder dan 1 minuut voor de start van de 470 damesklasse. De werelds beste zeilers, zelfs dus in deze klasse, vechten om de beste plek op de lijn. Want een goede start is vaak het halve werk in deze sport. Tellen af. 5, 4, 3, 2 en daar starten ze. De boot die hieronder terugdraait is te vroeg gestart. Israël 10, die waren te vroeg over de lijn en die moeten dan terug om te herstarten. Dat betekent achteraansluiten en dat is nooit leuk. Zweden hier als eerste aan deze kant over de start. Daarachter zitten de Nederlanders. Varen aan de wind. Het ziet eruit als een goede start voor de Hollanders. Ze hebben de bovenboei. Het is de Italiaan aan de leiding. Volgen door de Zweden. Dan Marceline de Koning en Lopke Berghout. Nederlandse dames op een derde plaats in deze race. En ze zijn onderweg naar de volgende boei. Het laatste stukje van de race van de dames in de 470-klasse. De Italianen gaan nog steeds aan de leiding. Dit heet de halve winst rak. Spectaculair. Het gaat hard. Maar het is niet zo dat je daar andere boten kan inhalen. Dat is eigenlijk allemaal achter elkaar aanzeilen is. En de eerste finish van de Nederlandse dames op een vierde plek. Vlak achter de Zweden. Ze hebben nu een eerste, een veertiende en een vierde plaats gezeild.